Vandaag gaan we EasyBot bouwen en hem daarna programmeren. Dit is weer die Hollander met Zuid-Afrikaans accent van Alice Ras in Zuid-Afrika. Om de robot te kunnen gebruiken heb je ook nog nodig een microbit, een U en drie AAA batterijen. Die microbit en die USB-kabel en de batterijen worden niet meegeleverd. Die moet je apart erbij kopen. Voor we aan de les beginnen gaan we eerst deze robot even bouwen. Dus onze robot wordt compleet geleverd zonder microbit, wel inclusief twee wielen, die baseboard, een batterijhouder voor 3x AAA batterijen en een sonarsensor. De aan- en uitschakelaar van de robot zit aan de achterkant, dus hier. Laten we even deze robotje gaan bouwen. Dan neem ik de batterijen. Ik plaats eerst de batterijen, dan moet je opletten op die positieve kant en die negatieve kant. De negatieve kant is hier, en die plaats je dan zo. En je plaatst keer dan, deze is de positieve kant, dit is de negatieve kant. Neem dan die robot en dan zie je hier is een verbindingskabeltje. En dit puntje moet daar. En dan neem ik de klittenband en ik laat hem plakken met de klittenband vast. Dat er speciale soorten inkepingen zijn. Hier. En de wielen ga ik dan plaatsen. De tweede wiel. Ik neem microbit en dan zie je hier is een speciale soort van gleuf en je hebt je microbit met die ledjes naar voren, houd je die robot naar jouw kant opgekeken en je plaatst dit hierin en je duwt hem helemaal door tot je hoort het je afstandssensor, je plaatst hem hier in deze sleuf, zo, met die pinnetjes, en dan is je robot gereed voor gebruik. In de volgende les gaan we aan de slag met de afstandssensor en kijken hoe wij daar leuke dingen mee kan doen. Dat was het dan voor deze aflevering. EasyLab for Kids Robotica. Kom naar een van mijn workshops en klik hier om jezelf aan te melden op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende keer. Doei!